Maar eerst de problemen met de Vira, de treinverbinding tussen Nederland en België, lopen de spuigaten uit. Laten we eerst even kijken naar een overzicht. De Vira, ooit bedoeld als het paradepaardje van de Nederlandse spoorwegen, is uitgegroeid tot het hoofdpijndossier van het spoorwegbedrijf. De Vira-treinen moesten zorgen voor snelle verbindingen op het Nederlandse deel van het HSL-spoor tussen Amsterdam en België. Om zo ook Schiphol en Breda te bedienen. En ook om uiteindelijk de Benelux Intercity, de gewone treinverbinding met België, te vervangen. Van de Fira V250, genoemd naar zijn topsnelheid van 250 km per uur, werden in 2004 19 treinstellen besteld bij de Italiaanse fabrikant Ansaldo Breda. Kosten ruim 20 miljoen euro per stuk. De Italianen tekenden ervoor om 2007 de eerste rijdende trein af te leveren. Maar dat werd 2009 en dat was ook nog eens een testtrein vol meetapparatuur. De NS nam pas eind 2010 het hsl sporen in gebruik, maar ook toen was er nog steeds geen Italiaanse Fira operationeel. Er werd uitgeweken naar een noodoplossing. Het huren van langzamere locomotieven met een topsnelheid van 160 km per uur voor het high-tech HSL-spoor. Daarmee werd eind 2010 begonnen met de binnenlandse VIRA-verbinding. Eerst tussen Amsterdam en Rotterdam en vanaf april 2011 door naar Breda. Ondanks vele toezeggingen bepalen de rode VIRA's nog altijd het beeld op de HSL tussen Breda en Amsterdam. Een dikke maand geleden, december 2012, moesten de nieuwe VIRA's, waarover al sinds 2002 was onderhandeld. Eindelijk vol in bedrijf op de lijn Amsterdam-Brussel. En dat is, zoals we weten, uitgegroeid tot het grootste debakel in de geschiedenis van de Nederlandse spoorwegen. En te gast is redacteur Peter Juda. Hij heeft zich voor Omroep Brabant in dit dossier verdiept. Peter, fijn dat je er bent. Er is eigenlijk ja. heel veel onduidelijkheid over die Vira. De termen, startdatums, alles wordt door elkaar gebruikt. Wat is nou precies die Vira? Nou, het is eigenlijk heel simpel: de Vira is een verzamelnaam voor alle hoge snelheidsdiensten, alle hoge snelheidsverbindingen mm -hmm. van de NS. Van ons dus, de Nederlandse spoorwegen, op het HSL-spoor. Okay. Dat zijn drie verbindingen. Amsterdam-Breda, die al een jaar of anderhalf in bedrijf is. Mm -hmm. De debakellijntje tussen Amsterdam en Brussel, waar zoveel over te doen is. En een toekomstige, speciaal voor Brabant gecreëerde verbinding tussen Breda en Antwerpen. Per 1 april. Oké, okay, want je hebt dus die hoge snelheidslijn die heb je nodig. Die ligt er al een tijd. Ja. Want die zou in 2003 klaar moeten zijn. Maar dat werd het uiteindelijk 2006. En nu wordt die dus nog steeds niet volop gebruikt. Nee, hij is eigenlijk uh, eind 2009 voor het eerste gebruik genomen door de internationale Thalys vanuit okay. Parijs. Mm -hmm. hij heeft dus echt 2,5 jaar liggen roesten. En ik woonde vlakbij. Dus ik heb me afgevraagd hoe is dit toch mogelijk in een beschaafd land? Want die lijn heeft meer dan 8 miljard euro gekost. En die heeft dus de hele tijd ongebruikt uh, gelegen. Ongelooflijk. Uh, en Eigenlijk is dat uh, uh, niet het enige wat is misgegaan. Alles wat misging in dit dossier is misgegaan. Die, die Vira-treinen zouden er ook al zijn in 2007, contractueel. In ja. 2009 kwam er een testtrein uh, waar er geen mensen in konden. En uh, eigenlijk is die pas afgelopen jaar, zomer, is het voor het eerst met passagiers mee uh, proefgereden. Oké, okay, even voor de mensen thuis. We laten even kaart zien en kunnen we even trajecten zien hoe dat, dat precies ging. Kun jij dit toelichten, Peter? ja we zien uh, dat is die paarse lijn de hoge snelheidslijn ja. die peperdure lijn waarvoor er dus ook een speciale tunnel daar tussen Schiphol en Rotterdam is gegraven onder het groene hart van Nederland die ja. gaat uh, uh, langs Breda langs uh, inderdaad ja uh, uh, yeah. Uh, daar worden dus op dit moment de diensten Breda-Amsterdam via een, een, ja, een zogenaamde hoogsnelheidsboemel gedaan. Mm -hmm. En sinds 9 december probeert de NS vanuit Amsterdam heel snel naar Brussel uh, te rijden. Oké, okay, maar het feit blijft dat Breda, wat je zegt, er wordt langsgereden, er ja. wordt niet gestopt in Brabant. Nee, terwijl dat dus daarvoor, dat konden we ook op het kaartje zien, uh, wel in Brabant werd gestopt met de oude conventionele trein in Roosendaal. En dan ja. Binnen een half uur in Antwerpen. Maar toen werd er op een gegeven moment aan de bel getrokken. Want dat kan natuurlijk niet. Nee, toen die plannen bekend werden dat die Vira Internationaal. zal ik hem voor het gemak noemen. Uh, vanaf december vorig jaar zou gaan rijden. Zonder Brabant aan te doen. Waarbij dan ook nog eens onze eigen Benelux-trein werd geschrapt. Mm -hmm. Waar het Raperga gaat. De provincie is heel erg in het geweer gekomen. De stad Breda. Ook uh, mensen uit de Tweede Kamer. En dat heeft ertoe geleid dat er een speciale uh, Vira-lijn oh. komt tussen Breda en Antwerpen. Oké. Okay. Nou gaan we eventjes naar die nieuwe snelle Italiaanse Vira's. Hè, tussen Amsterdam en, en Brussel. Er is een hoop gedoe over. Ze deugen niet, wordt er kort gezegd. Ja. Maar die trein die stopt ook niet in Brabant. Ja, dus je zou denken dat, dat gaat ons daar niet aan. Laat het lekker. Ja. Uitzoeken, maar uh, dat, dat, dat is alleen maar schijn. Want uiteindelijk moeten alle Vira-diensten, dus ook die nu al rijden tussen Breda en Amsterdam. En de toekomstige tussen Breda en Antwerpen, die moet met uh, deze trein die we achter ons zien verzorgd worden. Want de bedoeling. Yes, yeah. <laughs> want, die, want die trein haalt de, de volle snelheid op dat hsl spoor 250 km per uur. Om je een voorbeeld te geven, want er wordt alleen maar slecht over de vira gesproken. En ik heb dat zelf gecheckt. Als je vroeger van Breda naar Amsterdam wilde komen dan deed je er met heel veel geluk meer dan anderhalf uur over, okay. soms zelfs twee uur. Ja. En ik heb vorig jaar, toen ik op vakantie ging naar Amerika, heb ik de Fira gepakt. En dat is ook niet eens de volwaardige die we achter ons zien, maar dat boemeltreintje, die rode. Ja, en ik was, er in, ik was in 54 minuten op Schiphol. Ja, okay. met één stop. Maar, die, maar even kijken, die nieuwe trein, hè, die, die moet er gaan komen, dat blijft ook eindeloos duren. Ondertussen bestaat de NS 184 miljoen euro per jaar aan ProRail om die hoge snelheidslijn daar te laten liggen. Wanneer wordt dit opgelost? Wanneer kunnen de reizigers weer gewoon lekker met ja. de trein zonder zorgen? Nou, dat, daar durft niemand een uitspraak over te doen. Uh, het blijkt wel dat, dat ze ook bij de NS en de Belgische Spoorwegen wakker zijn geworden. Ze hebben steeds gezegd, want dat had met marketing te maken. Nee, we kunnen echt geen normale trein meer laten rijden via Roosendaal. Uh -huh. Maar dat deden ze natuurlijk om iedereen in de Vira te krijgen, om het geld terug te verdienen. Ja. Want dat is veel te veel betaald voor die ja. vergunning, hè, die 184 miljoen. En nu, uh, nu die Vira het niet meer doet. Is er binnen een week, want het is uh, net vanmiddag bekend geworden, een oplossing dat er met ingang van dit weekend weer continu een, een uh, intercity gaat rijden tussen Roosendaal en Antwerpen om dat Vira-leed wat op te vangen? Dankjewel voor de toelichting. Brabant kan weer opgelucht ademhalen. Dankjewel, Peter.